Goedenavond allemaal, welkom in de Bali. Mijn naam is Absaline Hehakaya, ik ben hoofd cinema hier in de Bali. Dat wil zeggen dat ik de films mag kiezen die we hier dagelijks draaien. En dat ik meewerk aan bijzondere programma's zoals vanavond. En vanavond is wel een heel bijzondere avond, omdat er niet alleen de twee filmmakers vandaag aanwezig zijn, Tom Roda en Erik Lieshout, maar ook een heleboel protagonisten die we zo dadelijk op het witte doek gaan zien. En die jullie dus zo dadelijk ook in het wild, in de foyer, zullen zien rondlopen. Dat is onze 4D-ervaring in de Bali. We hebben een bijzonder nagesprek met Vonne van der Meer en Theodor Holman over het ezelproces, over onvrijheid in de kunst. En dat gaat na de film plaatsvinden. De film duurt 55 minuten, dus het past allemaal perfect in de avond. Maar eerst wil ik de twee filmmakers onder luid applaus hier aan tafel uitnodigen. Tom Roda en Erik Lieshout. Dank je. Ja, doen die het nu ook? Dat is de vraag. Ja. Test. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie hier vanavond zijn. Ik ben ook een beetje nederig ervan, want jullie hebben heel veel al gemaakt over Reven. Tom, je hebt al in 1975 je eerste interview met Reven gedaan. Je hebt een radiodocumentaire gemaakt over het ezelproces. En nu samen met Erik deze film. En Erik, jij hebt met Reven een film gemaakt over Céline. En in de tussentijd ook nog Iggy Pop en Michel Houellebecq bij elkaar gebracht. Als koppel in To Stay Life and Method. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen om deze film te maken? Nou, dat is te danken in de eerste plaats aan iemand die er ook aanwezig is. Paul Beek van productiehuis De Haaien. En die kwam op het idee om iets met Reven te doen rond deze tijd. Vervolgens kwam al snel dat ezelproces op, waar ik inderdaad ook voor de VPRO Radio, voor OVT, een tweedelige radiodocumentaire heb gemaakt. Maar wat we niet wilden was dat weer opnieuw doen of een soort aangeklede andere tijden versie maken. Na veel praten kwamen we uiteindelijk bij de koning van licht en donker, om Erik maar eens zo te introduceren. En de gelegenheid om met iemand die die prachtige film die je net al noemde, To Stay Alive, te mogen werken, was natuurlijk om met Reven te spreken een buitenkansje. Dankjewel, Tom. En Erik, wat is het voor jou, wat maakt dat jij zoveel films wil maken over schrijvers? Ja, daar probeer ik ook nog steeds zelf achter te komen. Waarschijnlijk iedere film meer. Omdat ik het heel graag zelf wil zijn. Denk dat het altijd nog gaat gebeuren, maar wat misschien niet het geval is. Maar ik ben heel erg met schrijvers bezig. Ja, soms kun je er niet precies achter komen wat je bezielt of drijft. Maar deze aanleiding was voor mij nog niet direct een reden om heel enthousiast te worden over het project, omdat ik nog nooit het pleidooi echt had gelezen van Gerard Reven. Dus ik wist wel van de affaire en de anekdotiek eromheen. En dan 50 jaar later om daar weer iets over te doen. Maar Tom, die ik zeer als Reven-kenner waardeer en waar ik ook wel iets aanneem, zeg je moet het echt lezen, want het is echt heel erg relevant voor de essentie van wat Reven is. Toen ben ik het gaan lezen en toen kwamen er zulke krachtige passages naar boven die ook op het heden slaan, dat daar het hele idee voor de film uit voort is gekomen. En vragen jullie allebei. Jullie hadden dus eigenlijk al veel materiaal van Reven, over Reven. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om een film te maken over het ezelproces door de ogen van zeven hedendaagse kunstenaars? Omdat dat in de tekst eigenlijk al werd aangegeven. Er zit een enorm altruïsme van Gerard Reven in de tekst. En een enorme broederschap. Hij ondertekende soms wel eens met kunstbroeder en dat kun je als ironisch zien, maar als hij daarin
in de tekst de pleitrede schrijft dat deze affaire, hoe misschien klein en lachwekkend als zij mogen lijken, later van belang zal zijn voor de essentiële burgerlijke vrijheden, dan heeft hij het eigenlijk over latere generaties kunstenaars. Dus hij reikt de hand uit naar de mensen van nu. En daar is eigenlijk dat idee uit voortgekomen. Ja, nou ja, het is inderdaad waar dat anders dan soms wordt beweerd, dit niet alleen gaat over godslastering, of om het volledig te zeggen, om smalende godslastering. Artikel 147 van het wetboek van strafrecht, dat pas in 2014 is afgeschaft. Maar het was voor hem van veel bredere betekenis. Hij vond dat je niet alleen dat de staat het niet aan de staat was om je wijze van godsbeleving te bepalen. En dus ook niet dat de rechter daarover kon oordelen. Dat daar een volledige vrijheid in moet zijn. Of je nou iemand aanbidt die aan een kruis hangt met nagels in zijn handen of een ezel. Dat is aan ieder individu zelf. Maar daarnaast vond hij ook dat het de vrijheid van de schrijver beperkte. De schrijver moet zijn fantasie zo vrij mogelijk op papier kunnen zetten. En juist voor die schrijvers, of meer in het algemeen voor kunstenaars, heeft hij ook dit proces tot in hoogste instantie via de rechtbank naar het gerechtshof, naar de Hoge Raad voortgezet. En ik heb er is een boek geschreven over dit proces door Jan Fekkes. En dat was een verslaggever van de Volkskrant. En die heeft in dat boek, ik wilde dat even citeren. En dat boek, dat hebben we zoveel geraadpleegd dat het een soort losbladig zakboek geworden is. Dus dat ik kon makkelijk één velletje meenemen. Hij heeft na dat proces, heeft hij tegen Jan Fekkes gezegd, in het Vrije Volk, waar hij destijds, Jan dus, verslaggever van was. Ik vind dat die jurisprudentie een stap vooruit is gebracht. Omdat van nu af aan de bedoelingen van de auteur en niet de opvattingen van de lezer beslissend zijn. En dat is een belangrijke uitspraak. Hij zegt daarmee in feite dat daarna niet meer een schrijver op basis van wat anderen daarvan vinden, of die daar aanstoot aan nemen of niet, dat hij dat gewoon moet kunnen schrijven en publiceren. En dat is ook gebleken, want die wet is daarna ook niet meer toegepast in al die decennia na die uitspraak, tot de afschaffing van die wet in 2014. En voordat ik heb vanavond twee goede verstaanders uitgenodigd om met de film naar de film te kijken. Wat hopen jullie dat mensen eruit halen? Of laat ik het zo zeggen, als dit een eerste kennismaking is met Reven, wat moeten die mensen dan in ieder geval in hun oren knopen na het zien van deze film? Is kennismaking, ja, wat ze in het algemeen in zijn oren zouden moeten knopen, is dat de kunstenaars niet voor de lol doen. Dat er een innerlijke drijfveer is die groter is dan hen zelf. En die belangrijk is voor de maatschappij. Dus we hebben de laatste decennia natuurlijk onder het juk van Halbe Zijlstra geleefd. Die kunst die van Rien Poortvliet hield, maar toch ook, zoals we de laatste tijd gezien hebben, wel enig gevoel voor fictie bleek te hebben. En dat kunst een soort luxe, iets van de elite was of zo. Maar wat we hieruit halen, als je het pleidooi goed leest, als je de diepere passages, die niet in de film zitten, omdat wij ons hier echt bij het onderwerp hebben gehouden. Maar als Gerard Reven zijn eigen depressie aanraakt door te zeggen dat hij het gevoel heeft geboren te zijn in een zwanenei. En dat hij leeft in een wereld waar de rest van de mensen op halve grootte zijn. Dan zie je zijn diepe afgrond, zeg maar. En daaruit, en dan zie je ook waarom hij geschreven heeft en op zoek is gegaan naar een bepaald verlossend mysterie. En ik hoop dat dat uit de film, die grootheid van Reven blijkt heel erg uit specifiek deze tekst. En de film wil eigenlijk, of
is eigenlijk geworden een pleidooi voor kunst en kunstenaars in het algemeen. Ja, en om daar nog aan toe te voegen, dat het in die 50 jaar waar we het nu over hebben, zo lang is het namelijk geleden dat het proces was, dat er veel gebeurd is. De lange arm van de kerk of van de staat is niet meer aanwezig waar het de vrijheid of onvrijheid van de kunstenaar betreft. Maar zoals uit deze film straks zal blijken, zijn er andere bedreigingen die de vrijheid van de kunstenaar belemmeren. En zonder te gaan spoilen, wou ik het hierbij laten. Wil ik jullie heel erg bedanken. Ik wil jullie allemaal vast een hele fijne voorstelling wensen. En ik heb zelf voor het nagesprek een aantal vragen voorbereid, maar ik kom zeker ook bij jullie terug. En als er vragen vanuit de zaal zijn, dan zal ik die ook aannemen. Dus fijne voorstelling allemaal. En een hartelijk applaus nogmaals voor filmmakers. Voordat ik mijn panel ga introduceren, wil ik toch even zeggen als programmamaker dat het moeilijk was om te bedenken wie ik zou uitnodigen om hiermee over deze film te spreken. Dus ik ben blij dat we in ieder geval vanavond een hele grote zaal hebben, zodat we jullie zo dadelijk ook aan het woord kunnen laten. Maar dit is natuurlijk in feite wat in de film behandeld wordt, is wat we in de Bali doen, iedere dag. Waar we ons heel hard voor inzetten met onze redactie. En mochten jullie meer willen weten ook over de kunstenaars die in de film zijn, Google hun namen en de Bali. En dan kom je uit bij de avond van de polemiek van de heer Doutzenberg. Of het programma Manu Bouzamour. Of met Hans Theeuwe bij het festival van het Vrije Woord. Dus al die dingen hebben zoveel programma's achter zich zitten. En ik wil jullie kunstenaars die in de film zitten allemaal bedanken dat jullie in deze film hebben gezeten. En dat jullie met ons iedere dag het werk doen dat er voor nodig is om het vrije woord in Nederland in stand te houden. Dus dat gezegd hebbende wil ik mijn panelleden introduceren. Theodor Holman is radiomaker, presentator, columnist en schrijver en scriptschrijver van vele films. Hij heeft in 2010 het boek Gerardje geschreven. Hij is ook een bekend revist. Een hartelijk applaus voor Theodor Holman. Ja, maakt niet uit. Kom gezellig naast me zitten. De tweede gast is Vonne van der Meer. Ik heb Vonne gevraagd op persoonlijke titel en in haar hoedanigheid als voorzitter van Stichting PEN Nederland. Vonne is een gevierd auteur en is ook op latere leeftijd toegetreden tot de katholieke kerk. En als voorzitter van PEN Nederland maakt ze zich hard voor de vrijheid en veiligheid van schrijvers en journalisten in Nederland. Een hartelijk applaus, Vonne van der Meer. Fijn dat jullie er allebei zijn. Theodor, ik wil even bij jou beginnen en bij Reven. Ja? Waar is... Ik heb zelf een microfoon. Ja, nee, dat kan zeker. Waar is jullie... waar is jouw liefde voor Reven begonnen eigenlijk? Dat zal ik je vertellen. Dat was heel raar. Dat komt door het boek... Op weg naar het einde, eerste hoofdstuk, wat ik stiekem las van mijn broer. En daar moest ik zo verschrikkelijk om lachen. Ik denk dat ik een jaar of 15 was. En ik was meteen verkocht. En daarna ben ik de avonden gaan lezen. En dat liet ik mijn ouders weten. Die waren daar erg van onder de indruk. En ik zei dat ik voor Sinterklaas van het Reven wilde hebben. En toen kwamen ze met een boek van Karel van het Reven aanzetten. Ja, en dat was mijn tweede liefde, zou je kunnen zeggen. Dus zo kom ik aan Reven eigenlijk. En zou je zeggen dat je in jouw werk als kunstenaar, als journalist, schatplichtig bent aan Reven? En in welke zin? Vind ik zelf niet, maar de recensenten wel. Ja. Nee, natuurlijk. Ja, absoluut. En vooral qua mentaliteit. Dat merk ik ook weer als ik dat allemaal hoor. Ik vind het een fabuleus schrijver. En vooral wat we hier hebben gezien, die pleitredes van Reven. Dat zou je echt kunnen zien als een combinatie van
Karel en Gerard samen. Karel wordt altijd is een zeer logisch, mooi, redenerend denker. Voor mij in ieder geval. Gerard is echt de sprookjesverteller, de prozaïst meer. En in die pleitredes komt dat op een fantastische manier samen. Het is een heel mooi gestikt werkstuk, zou je kunnen zeggen. Naadloos zit alles aan elkaar en volgt het een op het ander. Waanzinnig mooi. Het beste vind ik wat Reven misschien geschreven heeft. En van hoe gaat jouw geschiedenis met Reven terug? Ik denk de avonden en familie Bosluits. En nadat het u. Maar ik was heel blij dat ik hiervoor gevraagd ben. Want ik ben weer allerlei dingen gaan lezen die ik niet kende. Dus zoals 10 vrolijke verhalen ben ik nu weer in bezig. En toen jij uiteindelijk toetrad tot de katholieke kerk, had je toen Reven ook indachtig? Zo dacht van, nou, dat is ongeveer wat ik kan verwachten. Nou, ik heb daar niet zo over nagedacht. Maar als je een schrijver heel erg bewondert en die heeft dat gedaan, dan heb je misschien toch onbewust iets. Want nou ja, zo verkeerd kan het niet zijn. Maar het is niet zo dat ik zijn werk daar toen op na ben gaan lezen. En kijken wat ik daarmee. Ik denk dat daar voor zo'n heel proces ook te persoonlijk is. Dat kan je niet naast dat van iemand anders gaan leggen. En ik ben benieuwd hoe jij de film hebt gezien. Want toen, tijdens het proces, was hij eigenlijk net toegetreden tot de kerk. Ja. En dat komt misschien in de film niet zoveel naar voren, maar in de pleidooien wel, dat hij ook pleit van, maar ik ben een katholiek. Ik hoor hierbij. Ja. Dit is mijn gemeenschap. Ja. Dat brengt me meteen op het punt dat ik vind het dus een hele mooie film. Ik vind de mensen die erom in meedoen ook verschillend genoeg om het heel interessant te maken. Het is allemaal heel anders. De een is het, hè, zoals bij Tinkerbell, is het echt duidelijk een daad. Waardoor ze die 200.000, heeft ze me verteld, hate mails heeft gekregen. Ze zijn allemaal heel verschillend. Maar wat ik eerlijk gezegd mis, is dat er in het begin even iets geschetst wordt van het klimaat van de aanklacht. En wie die gedaan heeft, dat mis ik allemaal. Want dat heb ik dus even opgezocht. Het is dus niet zoiets als de kerk heeft hem aangeklaagd. Helemaal niet. Het is een SGP'er, ingenieur van Dis heette die. Die kamervragen erover heeft gesteld. Maar wat ik een beetje mis, is dat er iets wordt gezegd over het religieuze, culturele klimaat waarin dit zoveel ophef kon. Maar daarom heb ik jullie natuurlijk ook uitgenodigd. Dus kan je daar misschien wat meer over vertellen? Ja, dat weet ik. Ik bedoel, is 50 jaar geleden. Toen was ik ook nog maar. Zeg het maar niet. Ik zeg dat wel. 15. dat weet ik dus niet. Ik weet daar te weinig van hoe het was in die tijd om katholiek te zijn. Ik weet wel dat het Tweede Vaticaans Concilie al bezig was. Dat is geweest tussen 62 en 65. Daar werd een heleboel veranderd, doorgevoerd. Dus ik zat wel op een katholieke school, hoewel ik dus niet katholiek was. Maar dat had een andere reden. En ik weet wel dat daar al helemaal niet meer voor de school uit naar de kerk werd gegaan. Er was godsdienstles, maar dat ging over boeddhisme en hindoeïsme en islam en jodendom. Maar dat ging helemaal niet, een beetje over christendom. Maar die leraar was ook hartstikke opgelucht dat de wereld zo was dat je het nu over alle godsdiensten kon hebben. En dat zie je ook in die pleitredes. Reven is zelf ook een enorm voorstander van dat het niet alleen maar gaat over de godslastering ten aanzien van het christendom, maar ook van boeddhisme. Daar maakt hij zich heel sterk voor. Viel me echt op dat het bij hem echt gaat over alle godsdiensten, de godsdienstvrijheid van alle godsdiensten. Nou ja, hij vindt het ook benepen dat het alleen maar over die christelijke god gaat. Ja, en hij zegt dat dat ook in zekere zin de keerzijde is van de
van godslastering. Hij werd, kijk, de aanklacht was smalende godslastering. Hij werd voor het een vrijgesproken, smalende zou je kunnen zeggen. Maar juist wat hij het belangrijkste vond, die godslastering, dat vond hij heel belangrijk, dat hij juist daarvan werd vrijgesproken. Ja. En daarom heeft hij ook zelf zijn verdediging gevoerd. Hè. Reil was een eerste advocaat en daar heeft hij gezegd, daar heeft hij tegen gezegd, nee, ik ga de verdediging zelf voeren. En dat heeft hij gedaan. Ik vind het werkelijk briljant. Maar wat ik daar vooral briljant aan vind, dat is zo mooi, dat hij het absoluut herredeneert vanuit zijn eigen godsgeloof. Ja. En hij doet dat. Hij zegt ook, ik heb één fundament. En dat is, ik weet de katholieke term niet, maar God is, zeg maar, dat is zijn, mijn fundament. Maar wat dat is, dat komt later allemaal. En dat vanuit daar bouwt hij het helemaal op, redeneert hij alles. Beredeneert hij alles en laat hij er geen spaan van heel van het wetsartikel. Want eigenlijk zegt hij in dat wets, zegt hij van ja, als dit zo zou zijn, die godslastering, dan betekent dat ook dat de ene, het ene godsbeeld meer waar zou zijn, voor zover waar bestaat, dan het andere godsbeeld. En dat is niet zo. Ik wil dat aantonen en hij kondigt dat ook aan en hij beredeneert dat ook met allemaal zaken uit de katholieke kerk zelf. Hij zegt ook, ik mag dat doen, want kijk maar, er wordt iedere zondag wordt gezegd, dit is mijn vlees, dit is mijn bloed, dit is mijn vlees. Ja, ik ben daar heel slecht in, vonden. Neem me niet kwalijk. En ja, het Koninkrijk Gods is binnen in ons, dat was het. Dat was waar hij helemaal vanuit redeneert. Ja. Hij zegt, ja, kijk, als er zo al op een menselijke manier over God gesproken mag worden, en dan zijn alle wezens voor God hetzelfde, waarom dan ook niet over een dier? Dat is slechts een vermomming. Een incarnatie. Net zoals, Dat is een incarnatie is van God een mens. Precies. Ja. En hij wil dat godsbeeld ook van die ezel. En waarom dan een ezel? Nou, dat vindt hij het aller. Hij zegt er zijn twee lieve dieren, de olifant en de ezel. En daarom van die twee is de ezel nog het allerliefste. Nee, maar het is nog meer. Ezel is heel belangrijk in de Bijbel. Vast. Want Christus komt op met Palmpasen, gaat hij Jeruzalem en dan moet er eerst een eenjarig ezelsveulen losgemaakt worden. Ja. En daarop komt Christus Jeruzalem inrijden. Ja, en hij zegt ook, het was dus het de enige beest. Het is een beest, heel belangrijk dier. Ja. En het enige beest wat bij de geboorte van Christus aanwezig mocht zijn. Ja. Ja. Vertelt hij. Ik weet er wel iets van. En samen weten we alles. Maar dat is een hele mooie redenering die erop op nahoudt. Een prachtige redenering. En daar ging het hem om. Eigenlijk niet zozeer, natuurlijk de consequentie daarvan is, dat het gaat over de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Dat is de consequentie daarvan. Maar het ging hem om die godslastering. Hij zegt ook, het is ook helemaal niet humoristisch bedoeld of komisch bedoeld of wat dan ook. Dit is wat ik ten diepste voel. Nee, daarom had ik ook nog daarover een vraag aan jou vonden. Want het wordt in de film een aantal keer een fantasie genoemd. Dus het is een fantasie, dus het moet kunnen. Maar in feite pleit Reven dat zijn godsbeleving is. Kan je daar misschien wat meer over vertellen, over de technische aspecten daarvan, waarom dat binnen het geloof past en waarom dat binnen de persoonlijke godsbeleving ook binnen dat geloof past? Het past binnen de godsbeleving, omdat ik denk dat Reven zeker de... goede verspreking. Dat Reven zeker de mystici heeft gelezen. En de mystici, ik noem er maar eentje, is bijvoorbeeld Teresa van Avila. Die schrijven dan over de eenwording van de gelovigen met God. Maar de manier waarop ze dat beschrijven is, als je dat nooit hebt meegemaakt, dan denk je, nou, dit is de beste beschrijving van erotiek ever. Dat is dat zo, hè? Het wordt niet zo benoemd, maar het is dus voor mij is het helemaal niet zo vreemd om te lezen dat iemand de incarnatie van God in een ezel daarmee de liefde bedrijft. Want dat is, de mystici doen dat ook alsmaar. Maar ze beschrijven het niet zo. Maar ze beschrijven die overgave en wat er met ze gebeurt en hoe ze zich daarna voelen.
Dat is helemaal een erotische beschrijving. Dus in die zin deed hij niets. En daarom vind ik dus de aanklacht op zich zou mij ook interesseren. Hè? Wat voor een kamervragen heeft die man gesteld? En wat voor een godsbeeld had die SGP'er die die vragen stelde? Ja. Want dat ligt mijlenver. Ik heb het bij me hier. Dat is waarschijnlijk een heel letterlijk, ja, een letterlijk bijbelvast godsbeeld. Maar het zou mij wel interesseren. Ja, het godsbeeld van de Deltamoeras Nederland. Ja, het was Van Dis, het was SGP, geloof ik, en die dat gedaan heeft. En eigenlijk geen katholiek. Er werden een heleboel mensen, die werden ook gevraagd. De psychiater Vazalis is nog gevraagd om iets erover te zeggen. Die werd keihard ondervraagd. Wat dat betreft is het een geweldig proces, ook om te lezen. Vazalis die werd de hele tijd echt gegrild, zou je tegenwoordig zeggen. Van ja, maar dit is toch belachelijk wat Reve zegt. Wat vindt u daarvan? En de rechter wil maar horen dat het sodomie is. En als het sodomie is, dan is dat toch werkelijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Iedereen die gehoord werd als getuige heeft eigenlijk Reve min of meer vrijgepleit. Dat is echt waar. Maar Reve is echt, die was een echte romantisch decadente schrijver. Niet alleen die door de Bijbel en de mystici enorm beïnvloed werd, maar een boek wat net zo van groot belang is geweest, is The Romantic Agony geweest van Mario Pras, waarin de hele zwarte romantiek beschreven wordt. Dat gaat over sadisme, masochisme, wat al die mystici betekenen, wat die in de literatuur betekenen, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En daarvan was Reve echt helemaal plat. Dat heeft hij verschillende keren gelezen, zegt Johan Polak. Als ik die moet geloven, maar die zegt dat, die beweert dat. En dat is ook zo. Ik heb het zelf wel eens aan Reve gevraagd de eerste keer dat ik hem ontmoette. Toen heeft hij ook gezegd dat boek van grote invloed is geweest op hem. Kunstbroeders die eigenlijk voor hem in de bres zijn gesprongen. Dan komt het eigenlijk aan op solidariteit binnen culturele, intellectuele elite, waar ook in de film over gesproken wordt. Jij kent een aantal van de kunstenaars die in deze film zitten ook vanuit PEN. In hoeverre hebben kunstenaars bescherming nodig in Nederland? Kan je daar wat meer over vertellen, over de solidariteit die jullie vanuit PEN kunnen bieden? Het is zo dat wij zo nu dan horen over iemand die inderdaad doodsbedreigingen krijgt of bedreigingen krijgt of anonieme telefoontjes. Ben ik te verstaan? Is het goed te verstaan achterin ook? Nee. Nee, niet? Helemaal niet. Houdt niet over. Moet ik er meer in praten misschien? Wat wij dan doen is toch wel altijd een afspraak maken of vragen of die aangifte heeft gedaan. Nou ja, zo. Het is wel iets wat de laatste jaren meer voorkomt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met sociale media, waar ik zelf helemaal niet op zit. Dus ik moet het me steeds weer opnieuw laten uitleggen. Maar goed, ik weet wel telefoon en dat je gebeld kunt worden. En dat iemand een heel raar verhaal. Dat zover ben ik wel. Het punt is dat op een gegeven moment is een paar jaar geleden de NVJ begonnen met een opdracht te geven voor een rapport. In hoeverre dat nou inderdaad steeds erger wordt. Ook de bedreiging van journalisten. Daar is een rapport uit voortgekomen. Oderkerke en Brenninkmeijer. En daar zijn ze nu mee aan de slag gegaan om te praten. En daar zit PEN nu ook bij. Met justitie en met politie. Van nemen jullie die aangiftes serieus genoeg? En wat doe je daarmee? En ga je ook werkelijk uitzoeken wie erachter zit? Als iemand zoals Tinkerbell, die heeft er 200.000 gekregen. Maar die is er weer heel erg relativerend over. Die zegt, ja, als het er zoveel worden, dan leer je ook gewoon onderscheiden. Ja,
die mensen inderdaad, wat Reven zegt, van ontneem ze hun grieven niet, want dan hebben ze helemaal niets meer. Ik bedoel, zo staat zij er zo langzamerhand tegenover. Maar het helpt wel, zij heeft me bijvoorbeeld verteld dat zij een hele goede wijkagent heeft die met haar meekijkt en die soms bedreigingen op internet eerder heeft gezien dan zij. En haar dan even waarschuwt en er iets over zegt. Er is bijvoorbeeld één heel praktisch ding waar zij me op wees. En dat is dat je als schrijver moet je, ik geloof voor andere kunstenaars geldt het ook, als ZZP'er moet je ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Dat vinden we allemaal verschrikkelijk, maar dat moet. Maar daarmee is je adres en je werkadres dus ook openbaar. Nou, voor haar was dat echt vreselijk. Want met al die bedreigingen heeft zij dus echt geprobeerd om daar onderuit te komen. En dat heeft heel lang geduurd. Nou, dat is iets heel praktisch waar bijvoorbeeld NVJ en PEN en iedereen zich die daar sterk voor maakt iets aan zou kunnen doen. Dat dat niet meer, niet meer hoeft. Dat je adresgegevens bijvoorbeeld anoniem kunnen blijven. Ik kom wel even naar je toe, meneer Doutzenberg. Ik heb dus een aantal bedreigingen gehad en ontslagen. Ik ben failliet gegaan, et cetera. En toen ik de laatste keer ontslagen werd bij Fontes, ook weer vanwege Martijn, et cetera, heb ik contact opgenomen met PEN Nederland. Met Alexis de Rode, volgens mij, zat er toen in. Ja. En het antwoord was, wij kunnen niks voor je doen. Je bent het zelf schuld. Van pedofilie blijf je af, want je weet wat je krijgt. En toen heb ik een correspondentie kort met hem gehad. Ja. Van... een dissident in China weet ook op het moment dat hij, als hij iets schrijft, dat hij tegen de schenen van iemand schopt. Precies hetzelfde mechanisme. Einde verhaal, PEN. Ja. Is toch erg? Kijk. Ja, ja. Ja, nee, ik vind dat... ik kan alleen maar zeggen, dit hele bestuur wat er nu zit, is pas sinds 2016. Dit is voor die tijd gebeurd. Ik kan natuurlijk niet nu... Mijn laatste ontslag was in 2015. Ja, nee, ik heb het over 2016. Ja, dus dit hele, ja nee, maar goed. Maar het gaat om het gedachtegoed van PEN. Ik bedoel, voor een deel is het ook zelffelicitatie. Kijk, onze brieven schrijven met gevangenen in Iran of zo, weet je wel. Echt wel dingen voor mensen hier. Ja. Dan moet je luisteren. Het zou natuurlijk heel goedkoop zijn als ik nu... zeg dat oude bestuur, wat er niet meer zit, ga observeren en zeggen, wij doen het heel anders. Ik kan alleen maar zeggen hoe wij het nu doen. En als er nu zo'n mail binnenkomt, dan gaan wij met iemand praten. En dan gaan wij kijken wat er kan. Maar ik heb hier nog een... Yes, mag ik het vasthouden? Ja, laat dat maar. Doutzenberg, is dat een antwoord? Ik bedoel, wat kan ik zeggen als nieuw bestuur? Het is zeker een antwoord, maar ik ben er toen ontzettend van geschrokken van die reacties van PEN Nederland. Ja. Ik kan alleen maar zeggen dat ieder bestuur heeft weer zijn eigen manier van daarmee omgaan. Ik vind het ook flauw om hier helemaal... Alexis de Rode is hier niet en kan zich niet verdedigen. Dus dan zou ik helemaal alleen maar op jouw woord afgaan en niet op dat van hem. Maar als je wilt dat ik het ga uitzoeken, dan zoek ik het uit. En ik wil wel contact met jou daarover hebben. Maar ik heb precies dezelfde ervaring gehad met PEN. Dus met PEN Vlaanderen. Met PEN Vlaanderen, oké. Dus... op een bepaald moment was het dus zo dat er twee boekhandelaren zeiden dat ze dat verschrikkelijke boek, dat ze waarschijnlijk niet gelezen hadden, niet zouden verkopen. Want dat was een slecht boek en heel hun boekhandel zou bij wijze van spreken besmet zijn wanneer ze dat boek daar zouden leggen of zetten of weet ik veel wat. En ik heb toen ook contact opgenomen met de PEN en gezegd van... jongens, want het was mannelijk. Komt hier nou nog eens een reactie op? En toen zeiden ze, ja, maar je zit toch niet in de gevangenis? Ja. Maar ik had dus ook... Ik kreeg ook doodsbedreigingen. Ik voelde mij ook compleet alleen. Iedereen mocht maar eender wat roepen op mij. En ik moet zeggen dat ik sindsdien ook geen lid meer ben van de PEN. Want dan denk ik, ja, wat,
Wat heb je aan de pen? Het is wat jij zegt, dat het veel interessanter is. En uiteraard, het is uiteraard veel erger voor mensen die in China, et cetera, et cetera. En het was in zekere zin een luxe probleem. Maar ik vraag me dan af, waar bestaat de pen voor? We hadden ook de Vlaamse auteursvereniging, die hadden we ook, maar die hebben ook totaal niks gedaan. Dus ik had eigenlijk moeten in de gevangenis gaan zitten en dan zou er iets gebeurd zijn. Ja, ik begrijp dat u als katholiek graag op de theologische aanleiding in wil gaan. En die is ook heel interessant. Maar ik voel bij u niet de urgentie van het onderwerp wat we na deze tijd gedeeld hebben. En die is er wel degelijk. Daar waren we ook nog niet aangekomen, Erik. Maar dat is misschien een goede brug om hier naartoe te gaan. Reven schreef over de God van je tante. Dat is het algemeen aanvaarde religieuze beeld. En daar schijnt mevrouw Van der Meer aan te refereren. Hè, nee, ik snap niet. Voor de niet-reviste ik heb alleen maar gevraagd dat ik even een context van de aanklacht miste. Nou, dat is toch helemaal niet zo ramp, dat geven. Dat je iets mist, dat je iets niet hebt begrepen. En dat je zegt, nou, misschien was het helder geweest als dat er wel in gezeten had. Nee, maar dat is het eigenlijke onderwerp van de film. Daar voelt u de urgentie niet van. Ja, dat heb ik helemaal niet gezegd. Want u zegt, ja, we krijgen wel eens iets binnen. Af en toe komt er een mail. En dan weet u gelukkig wel wat mail is. Nee, maar dat gaat toch helemaal niet over de film? Abseline stelde een vraag over iets heel anders. Het ging helemaal niet over de film. Even. Het was even een andere vraag, maar ik denk dat jij even mag bepalen wat stellen? Je wil. Ja, wat je... Anton, wat zou jij verlangen daarvan? Welke reactie had je fijn gevonden? Ik kom hier naar je toe. Ik wil even duidelijk krijgen wat mijn positie was. Bedoel je daarmee precies? Juridisch. Juridisch. En, gewoon juridisch en, advies eigenlijk. Ik wil er wel advies en ik was ook benieuwd inderdaad voor het juridisch advies, maar wat morele steun had ik ook wel kunnen gebruiken. Ja. En dat geldt voor mevrouw Hemmerichs ook? Dat begrijp ik heel goed, maar ik kan niet iets in orde maken wat voor mijn tijd gebeurd is. Ik kan alleen maar zeggen dat ik dat nu anders doe. En dat ook graag met jou wil afspreken. Ik verzin het niet. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Dat je het niet verzint. Het hele lastige, dat hoor ik ook in jouw verhaal op zo'n moment, is hoe totaal alleen je staat. En dat was voor mij ook het ontroerende van de film. Want de film heeft mij heel erg aangegrepen. Omdat je dan plotseling merkt dat je eigenlijk niet alleen staat en dat er kindred spirits zijn en dat het misschien allemaal wel de moeite waard is. Maar het pijnlijke aan Pen is dat de mensen die in dat bestuur zitten, dat zijn ook schrijvers. En dat zijn meestal succesvolle schrijvers. Dat zijn geen kwetsbare mensen in de maatschappij. Dat zijn mensen die een forum hebben, die een podium hebben, die een microfoon krijgen. En daarvan heeft u geen steun gekregen. Je zou verwachten dat zij hun nek voor je uitsteken. Ja. En dat zijn ook mensen die heel veel theorieën hebben over het belang van vrije meningsuiting. Maar wie bijvoorbeeld? Wat zeg je? Wie bijvoorbeeld? Geen namen noemen, je kan het opzoeken. Maar dan in abstracto zullen die zeggen dat het heel belangrijk is en dat je moet moedig zijn en de vrijheid en de dit en dat. Maar wanneer ze geconfronteerd zijn met een concreet geval, merk je dat er alleen een soort van angst is. Jij bent besmet. Dat zal jij ook hebben gehad. Jij bent besmet. Jouw boeken worden geweigerd in de boekhandel. Ze zijn gewoon bang. Ze zijn gewoon bang dat ook hun werk niet meer zal verkocht worden in de boekhandel. En iedereen in plaats van zijn nek uit te steken, iedereen doet dit en je staat volstrekt alleen. En dat is het pijnlijk. En ik merk aan mijn stem dat ik nu ook heel emotioneel ben. Maar dat is ongelooflijk pijnlijk. En ik denk dat je dat alleen maar weet. En het was voor jou nog veel, veel erger dan voor mij. Want ik ben niet ontslagen, godzijdank. Maar... En dan zou Pen moed moeten hebben. Ja, dan zou Pen moeten bewijzen waarvoor ze bestaan. Oké, maar ik snap, het is... Ik wil u heel erg bedanken voor uw opmerkingen. En het is niet de bedoeling dat we allemaal een hoopje op vonden gaan doen. Want het is een algemeen... Deze film is ook gemaakt omdat het een algemeen onverstaan is van hoeveel gevaar kunstenaars lopen in de samenleving. En dat gaat natuurlijk over kunstbroeders onderling.
En het gaat ook over mensen die voor de tv zitten en denken, oh, Tinkerbell heeft weer een doodsbedreiging gekregen of zo. Nee, dat zijn er dus 200.000. En het zijn fysieke bedreigingen ook. Er gaat geweld mee gepaard. En ik denk dat Theodor, jij daar ook nog wel wat over... Ik ben ook heel benieuwd hoe jij die solidariteit ziet onder kunstenaars en culturele intellectuele elite. En het onbegrip dat er is voor geweld eigenlijk. En het gevaar, het fysieke gevaar dat kunstenaars lopen. Ja. Ik ben zelf 3 maanden beveiligd, bijvoorbeeld, na de moord op Theo van Gogh. En daarna heb ik regelmatig ook bedreigingen gekregen. En die krijg ik nog steeds elke week. Ook gewoon vanwege de, dat is de consequentie van de columns die ik schrijf, denk ik wel. De solidariteit van mede-vakbroeders, die is er wel, maar ook die worden bedreigd. Hans Teeuwen is bijvoorbeeld een goede vriend van mij. Ik weet dat hij ook regelmatig bedreigd is. Als hij ergens moet optreden, heeft hij altijd beveiliging nodig. Er moet altijd ergens, als hij hier nou zou zijn, ja, dan komt hij misschien anoniem binnen. Maar dan eigenlijk als hij officieel komt, dan heeft hij zijn eigen beveiliger altijd mee. Dat zijn wel ontzettend vervelende zaken. Maar er zit wel een soort iets anders in, wat ik heel mooi vind eigenlijk. Kijk, censuur kennen we niet op het ogenblik in Nederland. Of althans heel minimaal. We kennen het wel. Maar censuur, dat is altijd iets tussen de overheid en de burger. Dat er iets niet mag, dat een hoofdredacteur een stuk weigert van mij, is geen censuur. Het zou pas censuur zijn als inderdaad in het geval van Reven van Dis kamervragen gaat stellen en de officier van justitie opdracht geeft om een onderzoek in te stellen. Dan kan je praten van censuur. Of als, wat bij Nekschot is gebeurd, dat er al een hele zooi columns van hem bij het ministerie liggen en dat ze dan vervolgens aan hem, dat hij van huis wordt gehaald, vast wordt gezet, dat is puur censuur. Dat gebeurt wel op het ogenblik, hè, dat hebben we gehad. Maar echt in die mate, zoals dat gebeurde in de tijd van Reven, kennen we dat eigenlijk niet, gelukkig maar. Want dat is de reden waarom Reven dit betogeld kan houden. Wat ik interessant vind, dat zijn die gebieden van Anton. Dat vind ik eigenlijk het interessantste ook in deze film. Mag je een vereniging, niet dat ik het eruit ben hoor, van mij mag het, maar goed. Maar mag je een vereniging oprichten voor pedofielen? Die de pedofielen, ja, mag je, zou je dat een politieke beweging moeten noemen? Het is tenslotte strafbaar, pedofilie. Mag je een beweging... Je hebt gelijk. Pedoseksualiteit is strafbaar, pedofilie niet. Mag je een pedofiele vereniging oprichten wat dat betreft, is een buitengewoon interessant probleem. Ik ben nog van de tijd van Borgsma, ik weet niet of iedereen weet wie dat is. Het was een PvdA-senator die er openlijk voor uitkwam dat hij pedofiel was. En dat vonden wij, er heeft daar nog een boek over gepubliceerd bij Van Gennep, Rob Van Gennep, naar ik mij weet te herinneren. En dat was een buitengewoon beschaafde man die daar heel mooi en goed over kon spreken. En wij vonden dat ook normaal. En ik herinner me ook nog VPRO-documentaires waarin jongetjes van 7 door oudere heren bevoeld en bevingerd werden. Zoiets. Dat staat me niet helemaal meer bij, want ik vond het toen al vrij vervelend. Maar dat vonden we redelijk normaal. In mijn vriendenkring zijn er meer ook schrijvers geweest die pedoseksueel waren. A. Mono bijvoorbeeld. Die was echt pedoseksueel. Dat lijkt een beetje af, maar... Nou ja, goed, ik wil in ieder geval maar zeggen, dat is van hem een veel interessanter probleem, vind ik. Mag dat? Kan dat? En moeten we daar niet iets vinden wat kan? Nou ja, en ook de grond waarop ontslag wordt aangevraagd van iemand. Op 26 april hebben we bijvoorbeeld de jonge kunstcriticus van Kirak te gast, omdat we een nieuwe filmpje zullen gaan vertonen en die ze niet meer mochten vertonen op de Rietveld Academie. En waar ook hun contract bij Artes is ook opgezegd vanwege de inhoud van hun filmpjes. Omdat ze daar niet meer achter wilden staan. Goed dat er aandacht aan besteed wordt, maar het is niet illegaal. Ik bedoel, ze komen er niet voor in de gevangenis. Nee, maar hoe...
hoe moeten we het verschil begrijpen dan bij Reef tussen boze en slechte verstaanders? En welke moet je bijvoorbeeld proberen erbij te houden? Dus met wie moet je bijvoorbeeld nog het debat aangaan? Of wie moet er weersproken worden? Waar is solidariteit nodig? Hoe moeten we dat begrijpen? Ja, dat hangt van de auteur in dit geval zelf af met wie die in gesprek wil zijn en wil raken. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Ik moet eerlijk zeggen, dat hangt helemaal van de auteur zelf af, wie die achter zich aan wil hebben. Ik zou er zelf niet op staan te wachten. Ik wil helemaal niemand om me heen hebben. Nee, dat meen ik ook. Ik weet niet als ik het woord... Oh ja, kom weer naar u toe. Heeft u een vraag of een opmerking? Nou, ik ben de producent van de film, dus ik heb er wel belang bij. Maar waar ik vind dat die film ook over gaat, is over het volksgericht van de sociale media. Dat is werkelijk verschrikkelijk wat er gebeurt. En daar kunnen we zo weinig tegen doen. En dat is echt een probleem waar wij mee om moeten leren gaan met sociale media. En je ziet nu ook met de downfall van Facebook, dat zal allemaal wel meevallen, dat mensen toch ook een beetje beginnen na te denken over wat zij publiceren of wat ze willen uiten. Maar ik denk dat daar een heel, heel erg groot probleem ligt van deze tijd. Dat je ongecontroleerd, gewoon iedere scheet die in je hoofd opkomt, kan gebruiken. Ja, gelukkig wel. Ik ben nog niet gelukkig. Bijvoorbeeld, wat ik laatst hoorde op de radio was een gesprek met Alexander Klupping. Daar aan hem werd gevraagd, wat vind je er nou van dat Geen Stijl D66 gaat aanpakken en een referendum wil gaan houden over de donorwet. Nou, iedereen weet dat Geen Stijl wil gewoon D66 bestje. Niet dat ik van die partij ben, maar de donorwet, de inhoud, daar gaat het helemaal niet meer om. Het gaat om mensen bestje kapot maken, afzeiken. En dat vind ik, het is wel mijn beroep, moet ik zeggen. En ik neem het dan ook meteen. Ja, ik schaam me daar niet voor. Ik kan het alleen niet zo goed als ik zou willen, maar ik ben het ook helemaal niet met je eens. Ik vind het heel goed dat mensen kunnen zeggen wat ze willen. Daarvoor zit ik hier ook. Mensen moeten altijd, ook al is het verschrikkelijk, zeggen ze iets strafbaars, dan moeten we meteen naar de politie lopen. Maar voor bedreigingen, dat mag niet. Maar voor de rest mogen ze alles zeggen en mag je er ook andere motieven bij hebben. Als u zegt, we weten allemaal van Geen Stijl dat het eigenlijk zo is dat ze de D66 willen bestje, prima. Maar dat is niet wat zij beweren. Dus nu doet u hetzelfde wat hier in de film wordt gezegd door Gerrit Reven. Die zeggen, ja, mensen nemen de tekst letterlijk en dat doet u, en of figuurlijk. Als de inhoud ondersneeuwt in het besje, dan gaat het fout. Dat is wat ik... Volgens wie? En wat gaat er dan fout? Je debatteert over inhoud en niet over... Waarom? Dat lijkt mij... Daar kom je mee verder met debatteren over inhoud. Kijk, ik weet wat dat raar klinkt om te zeggen, waarom moet je debatteren over inhoud? Niet iedereen is zo wel bespraakt als u. Er zijn een heleboel mensen die niet wel bespraakt zijn en die zich misschien uiten in gescheld. Die zich misschien uiten op een andere manier. En ik vind het heel goed dat die mensen ook een stem hebben. En al begrijpen die mensen misschien niet een Oekraïne-referendum of een referendum over orgaandonatie of wat dan ook, ze hebben er wel een gevoel bij. En daar geven ze uiting aan. Daarom mag iedereen wat mij betreft zeggen wat hij wil. En ook al basht hij de Pechtold werkelijk tot onder de grond, hij gaat zijn gang maar. Een mager applaus, maar het is een begin. Vonne, ik zie jou heel diep nadenken. Oké. Ja, de buurman. Aansluiting hierop. Ik denk dat daar het, laten we eerlijk zijn, het is een dilemma. En daar zat als we er nog even naar de juridische kant te kijken, daar zat de rechtbank ook voor dat dilemma. Eén, de rechter moet de wet toepassen. Nou, de wet, dat is smadelijk en godslastering. En dan krijg je de vraag, het neerzetten, een beeld van, een godsbeeld van een ezel zal... Zeker in die tijd, naar algemene maatstaven, zal dat waarschijnlijk verontwaardiging oproepen. Maar, dat is dan ook iets anders waar we nu over praten in deze tijd. De rechter moest de wet toepassen. Dan ontstaat er eigenlijk een nieuw begrip, namelijk voor de wet is iedereen gelijk.
Maar een kunstenaar heeft blijkbaar een andere positie dan andere mensen. Want we krijgen ineens de context en de vrijheid van kunst, van de kunstuiting. En voor dat dilemma zat de rechter in die tijd. En ook het publiek denkt, hè, ook de vrijheid van de columnist. Hè. Van Gogh heeft natuurlijk ook nogal krachtige termen gebruikt. En die ging ook vrij uit, omdat het in het kader van een column is. En ja, nu schrijft iedereen zijn eigen columns op internet. Dus waar, nou ja, dat, ik zeg dat, ik zeg dat ironisch bedoeld. Maar je krijgt natuurlijk wel de vraag, waar, de positie van de kunstenaar, waarom brengt dat, of brengt dat dan andere vrijheden mee? Moet je dat anders gaan wegen dan, dan iemand die dat niet doet binnen een kunstuiting? En dat is natuurlijk wel een interessante vraag. En over de film, is, of waar de problemen nu over gaan, dat heeft inderdaad niet te maken met een overheid, hè, met justitie. Want ik meen ook dat de officier van justitie ontslag van rechtsvervolging heeft gevraagd. Dus die vond niet dat hij veroordeeld moest worden. Alleen, en dat wordt vaak misverstaan, ik vind het heel goed dat dat proces er was, omdat dan krijg je de kans om je erover uit te spreken. Ik geloof dat dat ook een Reeves intentie was. Ik kijk even naar Tom Roduin. Ja, dat is juist, ja. Dat is ook de reden waarom Reven tot aan de Hoge Raad is blijven volhouden. Ja. Nou, daar mag u zeker op inhaken, maar dan moet ik wel door het publiek heen komen. Dus ik hoop dat het publiek dat oké vindt. Ja, ik praat even over die intentiekwestie en zeg maar de ongemakkelijke verhouding tussen het recht en de literatuur, om het maar kort te zeggen. He, waarvan die smalende godslastering een aspect is. Maar er zijn nog andere dingen, laster, belediging enzovoorts, door de literatuur. Nou, literatuur wordt in ieder geval ietsje anders behandeld dan wanneer ik een lelijke brief schrijf of iets boos roep, omdat literatuur een speciale taalvorm is. He, en dan kan bijvoorbeeld Van het Reven wel in de ik-vorm schrijven, maar de ik in zijn boek is een andere ik dan Gerard van het Reven. Die je kende uit de redactie van Tirade in 1958, een tijdje terug. Maar wat ik dus, dat briefje van Fekkes, die bladzij van Fekkes, van hoera, er wordt nu gelet op de intentie van de schrijver. En dat is heel belangrijk, veel belangrijker dan een objectiverende manier van kijken naar uitingen. Door wat zal de man in de straat eigenlijk van deze kunstuiting vinden. Dat moet ik wel nuanceren, omdat het hier gaat over strafrecht. En in strafrecht zijn intenties belangrijk. Dan gaat het over allerlei vormen van opzet en dergelijke meer. Terwijl in het privaatrecht, in het civiele recht, tussen mensen onderling, daar speelt die intentie veel minder een rol wanneer het gaat over belediging vanuit het literair werk. Daar gaat het erom hoe percipieer je dat werk. Hoe percipieert men dat werk? Hoe mag men dat percipiëren? En er is als het ware een soort kokon ontstaan om het literaire werk heen, dat een soort barricade opwerpt tegenover het recht met zijn onrechtmatige daadsregelingen enzovoorts. Waarbij dus, ik ga afronden, er bestaat dus zoiets als de exceptio artis. En het is heel interessant om te kijken hoe juristen eigenlijk een soort poëtica of literatuurbeschouwing ontwikkelen om zich te verhouden met kunstuitingen, met literatuur. De autonomie van het literaire werk speelt een zekere rol in de beschouwing door juristen van het literaire werk. Daar meneer, dus helemaal bovenaan. Wil nog iemand daar helemaal? Ja, ik kom zo bij hoor. Ik wil deze vraag namelijk even bij meneer Doutenberg leggen. Omdat u in de documentaire ook een gedicht voorleest. Dat inderdaad zowel op scherp stelt wat is kunst. Als hoe gaat het recht daarmee om?
Nou, volgens mij was het gedicht niet als kunst bedoeld. Dat was een gedicht wat gepubliceerd is op de site van Vereniging Martijn. Dat was een van de leden die op die manier zeg maar, zijn problematiek aankaartte. Dus hij was niet als kunst bedoeld. Maar het was wel een gedicht? Het was wel een gedicht. Maar je vindt het geen kunst? Maar wat wil je hiermee zeggen? Kijk, ik heb dat in mijn boekje aangehaald en hier in het documentaire, omdat het Openbaar Ministerie een criterium moest vinden om de materie te munten. En er waren geen strafbare feiten gepleegd. Dus ze hadden het BA-criterium hadden ze bedacht. En dan stond er bij gedichten, bij foto's, et cetera, stond er een hoog of laag BA-gehalte bij. En bruikbaar in de zaak. En bij dit gedicht, wat voorgelezen werd door Tinkerbell, stond een hoog BA-gehalte. En ja, dat zegt natuurlijk heel erg veel. Als het Openbaar Ministerie zo'n lief gedicht van een pedofiel een hoog BA-gehalte toedicht en dat in de zaak gebruikt om die vereniging te verbieden. Terwijl ik denk, ja, prachtig toch? Oké, ga ik even naar achteren. Nee, dat geeft helemaal niks. Ik kom even naast jou zitten. We zitten hier achterin. Ja, hallo. Mijn naam is David Roelofs, ik ben Nylandicus. En ik heb wat interessante dingen gehoord, zeker wat betreft de positie van kunst. En als ik kijk naar dat ezelsproces van Gerard Reven, dan is dat natuurlijk 50 jaar geleden en zo. Maar dan moet ik ook direct denken aan de meer recente casus van Charlotte Mutsaars, die in haar meest recente boek iets zegt over dat zij kinderporno zou hebben verkocht. En dat is dat is toch een redelijke rel geworden. Dat is ook in De Wereld Draait Door en zo en VPRO Boeken breed uitgemeten. En het interessante is dat zij zegt, ja, in de wereld van de roman mag dat. Dat is een argument wat natuurlijk al jaren horen. Maar het interessante is dat zij ook in een interview met de Volkskrant heeft gezegd, ja, dat heb ik inderdaad gedaan. En toen zijn er mensen op gaan staan en die zeiden, ja, maar wacht even, u bekent nu een strafbaar feit. U zegt, nou ja, ik heb kinderporno in bezit gehad en ik heb het verkocht. En zij zei, nou nee, want ik zie dat interview als een verlengde van mijn literair werk. En dan kom je in een heel interessant gebied tussen wat kunst is en in hoeverre de auteur beschermd wordt door wat hij of zij kunst noemt of wat als kunst wordt ervaard. En ik vroeg me eigenlijk af gewoon aan sprekers vooraan, maar misschien ook aan de makers van de documentaire. Wat zou u haar nou adviseren als je die uitzendingen terugkrijgt? Ja, wat denk je? Ja, vonden. Ja, denk je dan, die vrouw heeft gelijk? Ik denk niet dat Charlotte Mutsaert zich iets laat adviseren. Nee, zij heeft dat helemaal in haar eigen onnavolgbare stijl gedaan. Maar het wordt natuurlijk voor een interviewer wel heel ingewikkeld als je iemand interviewt en die zegt, dat heb ik gedaan. En dat interview wordt daarna ook nog een keer opgestuurd en het wordt niet geschrapt, het blijft staan. En vervolgens zeg je, ja, dat is niet zo, want het is het verlengde van het boek. En ik ga niet mijn eigen boek ontkrachten. Ze heeft later ook gezegd, en dat is misschien wel de les die je er ook uit kunt trekken, is dat je eigenlijk helemaal nooit commentaar moet leveren op je boeken. Hè? En wat er waar aan is en wat niet. Iedereen zit altijd te vissen bij een schrijver. Wat is er echt gebeurd en wat is er niet echt gebeurd? Ja, daar moet je denk ik helemaal niet op ingaan. Maar als u dat zo ziet, hè, en misschien ook andere mensen die hierbij betrokken zijn, want we hadden net over solidariteit rondom schrijvers en zo. Zou u dan denken, doe het nou niet? Of zou u zeggen, ja, u hebt hier wel een punt en ik verklaar mij bijvoorbeeld solidair met zo'n zaak? Ja, of maar doe het nou niet. Je gaat toch niet tegen zo'n grote persoonlijkheid zeggen, doe het nou niet. Dat zou ik ook heel aanmatigend vinden. Ik bedoel, dat weet ik niet, weet je? Dat vind ik wel. Begrijp dat Christine Hemmerrecht en Doutzenberg zich alleen hebben en ik zou willen dat dat niet zo is. Maar je gaat niet iemand die willens en wetens zo'n interview, die een boek schrijft, interview geeft, ga ik niet als andere schrijver tegen haar zeggen, doe dat nou niet. Als ik er tegenkom bij het voorlezen. Nee, dat... Sorry. En Theodor?
Wat voor een ongelofelijke klein burger ben je als je gaat zeggen van we gaan nu Charlotte Mutsaars aangeven omdat zij in een boek heeft gezegd dat ze porno heeft verkocht. Ik bedoel, als... Ja, nou, dan heeft ze dat echt gedaan. Prima. Ja. Wordt het boek... Het boek gaat om de stijl waarin het geschreven is, hoofdzakelijk. En dat zij dat wil volhouden, dat ze dat gedaan heeft. Ja, dat moet zij weten. Ik zou het ook hebben volgehouden, ook al heeft het haar veel negatieve publiciteit opgeleverd. Wat ik eigenlijk schandelijk vind. Ik vind het schandelijk wat er met haar gebeurd is. Echt schandelijk. En kleinburgerlijk. En... Wat zeg je? Als iemand strafbare feiten bekent. Ja, als iemand strafbare feiten bekent, ja, nou ja, dan moet de recherche het maar uitwijzen of meneer, dat zo is. U bent net geweest. U mag. We gaan afronden namelijk. Dus Oelie heeft er wel verstand van. Nee, meneer, deze meneer wil ook iets zeggen. En het is al 10 uur. Ja, ja. Ja. Moet liegen. Ja, je moet liegen in interviews. Gelijk in heeft. Nu weten we het ook. Ik wou op iets heel praktisch wijzen. Er werden vragen gesteld over solidariteit onder schrijvers. Er is iets dat heet Stichting Rechtshulp Auteurs. Schrijvers die belemmerd worden in hun beroepsuitoefening kunnen daar zeer riante vergoedingen krijgen en advocaatsteun. Dus in het geval van mevrouw Hemmerichs of meneer Duitsberg, als u ontslagen was op basis van een boek en u was aangesloten bij Stichting Lira of lid van de Auteursbond, dan had u een uitstekende advocaat toegewezen gekregen. En ik denk dat dat zinniger is dan heel veel andere dingen die hier te berde zijn gebracht. Elke schrijver is automatisch lid van Lira, zegt Christine net. Nee, en maar okay. Je uitgever, die ook mijn uitgever is, maar hebben die iets? Nee, maar de uitgever kan natuurlijk altijd wel met de juridische stappen komen. Oké. Okay. Maar misschien willen de filmmakers ook nog wel even iets zeggen. Want het eindigt allemaal, en dat vind ik ook prachtig. Toch eigenlijk naar dat het de godslastering is eruit geschrapt. Het is toch een beetje de apotheose van de film. Maar ik neem aan dat iedereen, tenminste ik had die reactie meteen. En ik neem aan dat dat ook de discussie is die je hoopt dat er komt. Dat dat natuurlijk voor een heel groot deel van de, bijvoorbeeld de Turkse Nederlanders die over islam willen schrijven, niet geldt. Ja, wel volgens het Nederlandse recht, maar niet binnen de gemeenschap. En dat is natuurlijk een groot probleem. Wacht even, Tom. Ja, dat is wat Hans Steeuwen inderdaad zegt. Hans Steeuwen zegt ook, we hebben nou in die 50 jaar het voor elkaar gekregen dat de katholieke kerk belachelijk gemaakt kan worden. Maar er zijn in Nederland andere kerken, en met name één kerk. En daar moet je verdomd met goed je tengels uitkijken vanaf voordat blijven, je die belachelijk maakt. Ja. Ja. Is het dan niet heel erg mooi en hoopgevend hoe Mano zijn eigen vrijheid neemt als schrijver? Zeker applaus voor Mano. Wil jij ook nog even kort reageren op wat je gehoord hebt? En wat vind je van de film? Heel mooi. Ik hoef niet te reageren. Dan ga ik het afronden met een laatste vraag. En dan gaan we hier nog heel lang over doorpraten aan de bar. Want dat hoort erbij. Wie hopen jullie dat deze film zeker gaat zien? Nou, inderdaad. Heel veel mensen die een godsdienstige achtergrond hebben en zich daardoor erg benauwd voelen om zich creatief te uiten. Islamieten, katholieken, weet ik veel wat er allemaal aan de hand is. En dat ze ook heel goed kijken, luisteren en kijken naar iedereen die hier een rol speelt. En vooral de mooie muziek op het einde. Ik herkende Wagner en ik weet dat in die ring iedere alle goden die meedoen, die worden in het vuur geworpen. En daarom beviel het einde me zeer. Ja, ik sluit me eraan. Ik vond twee citaten van Reven. Onder andere dat van die grieven.
Ik denk dat iedere keer als we enorm beledigd worden, we maar moeten denken aan die uitspraak die hij heeft over het gerieven. En de mensen die zich vastklampen aan de gerieven. Maar ook wat hij zegt over zijn eigen geloof. Maar dat geldt dan ook voor natuurlijk voor alle geloven. Dat je daar eigenlijk niet in gekwetst kunt worden. Omdat het van een orde van dingen is, net als liefde, waar je niet in gekwetst kunt worden. Als je enorm veel van iemand houdt en iemand maakt een schampere opmerking over die verhouding, dan kan je daar eigenlijk van diep van binnen niet in gekwetst worden. Omdat je zelf weet dat het anders is. En dat vond ik ook heel belangrijk. Hij zegt het allemaal veel beter en mooier en scherper. Maar hij zegt het, het is geloof ik niet in de film, hè, maar wel in het pleidooi dat hij het heeft over dat hij uiteindelijk daarin niet gekwetst kan worden. Tom, weet jij waar dat citaat, wat iedereen over zegt? Nou ja, ik ken het dus niet letterlijk, maar ik wou dat ik het opgeschreven had. Het staat erin. Nou, lees dat allemaal, dan weet u wat ik bedoel. Ik wil een hartelijk applaus voor jullie. En ik wil nog één keer het woord geven aan Paul Beek, want die gaat iedereen bedanken, alle protagonisten. En dus dan kunnen jullie heel hard klappen. Hier, Paul Beek. Alle protagonisten, kunnen die naar voren komen? En Tom en Erik, graag. Ik wil jullie even bedanken namelijk. Christine wil blijven zitten. Dan blijft Manu ook zitten. Oké. Obbe Ferwe, die wil ik ook graag eventjes naar voren. Obbe is de editor van de film. Die heeft geweldig werk verricht. Hij speelt ook de rol van Reven, geloof ik, achter de typemachine. Ja, heel goed. En Maurice van der Bij, die heeft de grafische vormgeving gedaan van deze film. Ook ontzettend mooi. Die blijft ook... Nee, kom op. We hebben namelijk wat bloemen voor jullie meegebracht. Ja, Christine en Mano. En meneer Duitsenbergen ook natuurlijk. Dank jullie wel. En u allemaal bedankt voor het kijken. Dat was hem. Dank jullie wel.